De Consumentenbond heeft zijn testprogramma voor koelkasten flink veranderd. En een van de belangrijkste veranderingen is dat we veel meer op gebruikersaspecten zijn gaan letten. En het handige is dat je in de winkel al zelf op een hele hoop van die gebruikersaspecten kunt letten. En ik ga er enkele laten zien. Nou, het begint al bij de buitenkant, want zoals je ziet is nogal wat verschil in handgrepen. En niet allemaal zijn ze even makkelijk. Kijk, zo'n ding is redelijk klassiek. Deze zijn heel prettig, want daar zit een soort scharnier in. Deze daarentegen, met zo'n greep daaronder, daar kun je handen aan pijn doen. En ook als je gladde of natte handen hebt, dan kun je hier nogal makkelijk slippen. Probeer zeker ook de vriezerdeur, want je komt met dit soort handgrepen nog alles met je knokkels tegen de achterkant aan. En dat kan nogal pijnlijk zijn. En dat geldt ook voor dit soort grepen. Daar kun je ook vervelend met je knokkels tegenaan komen en slippen. Wat ook goed is om op te letten is de verlichting. Vooral de positie ervan. Hier bijvoorbeeld, dan zit hij aan de zijkant en dan zet je heel makkelijk iets voor. En dan komt de verlichting niet meer in de rest van de koelkast. Het is handiger om verlichting te nemen die bovenaan zit. En helemaal als die een beetje schuin naar achteren is gericht. Maar dan komt die verlichting overal bij en je zet er niks voor. En let er ook op dat er genoeg plateaus in de koelkast zitten en dat je voldoende plek hebt om ze te verstellen. Kijk, hier zitten er maar twee in en je hebt nauwelijks mogelijkheden. Nou, eigenlijk is deze te hoog, want die zit heel dicht bij het plafond. Deze is ook te hoog in verhouding tot die onderste plank. En je hebt, zoals je ziet, nauwelijks verstelmogelijkheden. Nou, dat is bij deze wat beter geregeld. Kijk, er zitten sowieso al meer plateaus in en nog een flessenrek. Er zijn ook veel meer verstelmogelijkheden. Wat wel nog iets is om op te letten bij deze, is dat de bovenste en de onderste naar je zin zijn. Dus dat je hem niet lager wil doen dan de onderste of hoger dan de bovenste. Want dan heb je er nog niet zoveel aan. Nou, dan hebben fabrikanten allerlei leuke dingetjes bedacht die zogenaamd heel handig zijn voor consumenten. Zoals een soort uitschuifbare plateau. Nou ja, probeer dat ook even of dat je zint, want hier hadden we nog wel eens moeite mee dat het wat stugger ging, zo'n glijla. Nou, je hebt ze ook in een wat andere vorm nog. Dat is deze, die glijdt op zich heel makkelijk. Maar je ziet wel dat je weer wat aan ruimte inboet, dus vraag je echt af of je dat allemaal wel nodig hebt. Bij een deurrek is het erg handig om bij het onderste rek, hierbij heeft hij ze allemaal, een verschuifbare stopper te hebben waarmee je flessen klem kunt zetten, zodat ze niet omvallen. Daar hebben sommige fabrikanten andere oplossingen voor, zoals hier, van die vingers noemen we dat. Wij hebben voorkeur voor de schuifstopper, want die vingers die werkten in onze test toch wat minder goed. Let ook op de laden, in de vriezer vooral, of die goed glijden en of ze niet uitvallen als je hem er helemaal uittrekt. Dan zie je dat het hier heel netjes gaat. Maar bij de onderste, die valt er meteen uit als je hem eruit trekt. En dat is echt heel irritant, vooral als je lastiger teruggaat. Nou, we hebben nu een paar dingen verteld over waar je op kunt letten als je een koelkast wil gaan kopen. Maar we testen natuurlijk nog veel meer aan koelkasten, zoals het energieverbruik, hoe goed ze koelen en vriezen. Nou, wil je nou dat soort dingen nalezen, of weten wat de beste koelkast is, of andere kooptips bekijken, dan kun je terecht op onze website. www.consumentenbond.nl/koelkasten